Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. Wij gaan vandaag eerst in de ochtend nog een klein beetje vrijwilligerswerk doen. En vervolgens gaan we wat sites bezoeken. Ik weet zo nog niet welke, maar dat gaan we vanzelf zien. We hebben zojuist ontbeten en het is nu 9:30. En om 9:00 zouden we vertrekken naar ons vrijwilligerswerk. Maar onze begeleider is nog steeds zoek. Dus gaat top. We hebben hem nog niet gezien en hij moet ook nog eten volgens mij. Dus we wachten nog even tot 9:30. En anders gaan we misschien hem even zoeken, denk ik. Ik heb overigens de complete ik doe vrijwilligerswerk outfit aan. De pet. De lange trui voor in het regenwoud. Mijn wannabe Gucci tasje. En mijn fancy laarzen. We hebben onze gids gevonden, dus kunnen gaan. We zijn weer op de heuvel waar we vrijwilligerswerk doen. Maar volgens mij heb ik eigenlijk nog helemaal niet echt de heuvel laten zien. Dit is zeg maar eigenlijk de basis waarvanuit we vertrekken. En dan bijna. Hier komen we aan. Met de auto. Die nu hier staat. En dan komen we dus hier op deze heuvel aan. En hier omheen is dus allemaal tropisch regenwoud. En zoals je ziet zie je hier van die hekken. En daarachter is dus de buffalo-wei. Dus waar we eigenlijk het meeste werken is of hier op de heuvel, op de randen hier, om de planten te kappen. Dus hier op de heuvel. Maar we gaan ook wel eens dus voorbij de hekken. En dan gaan we daar dus het tropisch regenwoud in. Om daar dus te planten of te hakken. En als je hier verder ziet, zeg maar... Als je hier zo het pad afloopt, dan zie je daar een leeg stuk. En daar is dus eigenlijk campinggrond, waar nu dus niemand is. En daar werken we dus ook wel eens. Dus dat is eigenlijk hoe het is. Oh, en ik zie dat we nu weer planten gaan hakken. Want we krijgen weer het gereedschap. En het is trouwens een van de hondjes. En de hondjes die gaan altijd mee als wij het regenwoud in gaan, ter bescherming. Die blijven heel alert en als ze iets zien, dan gaat ze daarop af. Oké, dit is de situatie. We staan hier in de truck. We gaan het tropisch regenwoud in. En Laura gaat even met haar GoPro filmen. Dus die zal ik erin toevoegen. We'll be right back.
zijn zojuist midden in het tropisch regenwoud aan het rijden. We zijn daar van boven vandaan gekomen. En we rijden nu verder. Kijk dit. Oh my god. Oh, we gaan draaien, denk ik. Daar komen we vandaan. En daar moeten we dus weer terug. It's gonna be a bumpy ride. En we staan dus de hele tijd zo. Als het kan, en het is super vet. En dan kunnen we zo vanuit boven kijken. Oké, we moeten nu dus naar binnen. Omdat het buiten te gevaarlijk is. Dus dat gaan we dan maar doen. Ik ben nu wel een beetje bang om hier te lopen. We zitten nu dus binnen. Wat zijn voor? Oh my god. Ik was een simulatie. Beetje jammer dat het echt is. Oh my god, we gaan er achteruit. Snap nou wel. We zitten vast 3.0, I guess. Nu ook zo'n raampje open. Oké. En nog een poging. We moeten de kartjes rijden, hoor. Er is ook geen riem hier achter. We gaan nu het touw spannen, I guess. En nog een poging. Hij heeft een boomstam. Die denk ik erachter gaat leggen. Twee gang, hallo. Zo ver als we nu zijn, zijn we niet gekomen en zijn aan het duwen. Zo. We proberen de berg op te komen. Ik weet het niet. Yay! Very good. Super zielig, hij heeft het er helemaal warm van gekregen. En wij maar lachen. We zijn hier midden in het tropisch regenwoud. Ik weet eigenlijk niet wat we gaan doen. Maar we hebben dit gekregen. En die hebben we nog niet eerder gehad, dus ik ben benieuwd. Oh ja. Verder het regenwoud in. Het is echt een beetje moeilijk lopen. Nou, hier zie je goed de structuur van het tropisch regenwoud. Het is hier niet heel veel te zien, omdat het hier toch minder dicht begroeid is dan normaal. Hier zie je de planten op de grond. Dan zie je vervolgens daaromheen de wat kleinere bomen. En dan de grote bomen, dus eigenlijk de drie lagen waaruit het tropisch regenwoud bestaat. Hier een gevaarlijke rups. Hier hebben we overigens trouwens iedere dag ontbijt, lunch en avondeten. Dan kunnen we hier zitten. Oh jongens, ze hebben hier gewoon een fietspad. Wauw. Super grappig, we zijn hier dus gewoon allebei foto's aan het maken van een fietspad. Ik heb mijn fiets wel meegenomen.
We zijn nu op een plek waar we koffie gaan drinken. Het ziet er heel gezellig uit. Oh, dit zijn grote bladeren. Ja, rijstvelden. They show me pictures and I recognize it. We hebben taart en we hebben koffie. En elke keer, van de week hadden we ook al ijs gehad. En elke keer doen ze er dus meerdere lepeltjes bij. Maar net wat wij er gaan delen, we gaan er echt niet delen. Oké, okay, we zijn nu in een paddenstoelenboerderij. Hier is deze. Kijk, hier zie je heel goed dat ze dus naar het licht toe groeien. Dus naar daar. En je ziet hier de sproeiers hangen, dus er is eigenlijk een vorm van berekening. Dus het is niet heel duurzaam, want er wordt natuurlijk heel veel verdampt, want het is hier hartstikke warm. Dus heel veel water wordt niet goed benut. En hier zie je dan nog de overschotten die volgens worden weggegooid. Dus ook dat is niet heel duurzaam, want ze worden nergens anders voor gebruikt. We zijn bij het viewpoint. Oh. Wauw! Kijk eens op. Gedraag jezelf nou eens. Oh ja, dit. Ik had me ingedacht dat het minder pluizig zou zijn. We hebben een inkom aangevonden. Ik dacht dat het echt iets heel Nederlands was, hinkelen. Maar niet dus. We hebben een stroomstoring. Again. Ja, nou ja, typing. Ja. En het uitzicht. Het laat een beetje licht voor elkaar. De vrouw heeft zojuist een kaarsje ingezet voor ons. Oh my god, kijk dit. Een schorpioen. Is het een schorpioen? Ik weet het niet eens. Dat is een schorpioen. Oh my god. Zal maar pizza? Nee. Nee, dat is mijn licht. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En vandaag gaan wij iets heel leuks doen. Want wij gaan namelijk naar een nationaal park hier in de buurt. En dat is een van de eerste nationale parken in Thailand. En ja, daar gaan wij een tour doen. Sorry, wat zei je? Oh ja, ze hebben daar olifanten. Het is een grote kans dat je die tegenkomt. Ze hebben ook tijgers, maar dat is een kleine kans dat je die tegenkomt. En ze hebben ook watervallen. Ik heb lekker een vol ontbijtje. En nu een eentje. Wij zitten in de taxi. En daar is de ingang van Wang Nam Kiao. En daar gaat onze begeleider. Daar is de ingang. Dus we zijn bijna binnen. En dan deze taxi brengt ons door heel het park. Op 3 stops. En daarna brengt hij ons ook weer terug naar onze accommodatie in Wang Nam Kiao. Dus dat is heel fijn, goed geregeld. En nu gaan we ervan genieten. We zijn aangekomen bij het eerste viewpoint. En dit is het uitzicht. Het Nationaal Park waar we trouwens zitten heet Khao Yai. En dat is ongeveer een uur van Wang Nam Kiao waar wij slapen. We zijn nu op een centrumpje van, ja eigenlijk het centrum
van het park. En dit is dus de ene kant, dan lijkt het net waar je meer dat tropisch regenwoud staat. En dit is realiteit. En ze hebben hier leuke schommels, leuke bruggen. Dus wij zijn hier wel even zoet. Huh? We zijn hier bij een soort museumachtig iets. Oh, dit is vet. Ja. Een hele kaart met relief. Ik zal iets verder. Veel te scherp, ja. Kijk, hier zie je helemaal het relief. En we zijn beland in de toeristenshop. We hebben zojuist even gegeten. Laura, de ijs-tea is veel te sterk. We zijn er maar niks meer water te hebben. Laura. Proost. En we gaan nog wel eventjes hier rondkijken dadelijk bij het toeristencentrum. We hebben nou de helft gezien. En dan gaan we weer verder toeren in de hoop dat we olifanten zien. Die willen we echt heel graag zien. En we gaan weer richting waterval. Deze man is zo stom geweest om het raam open te laten. En nu wil er een aap naar binnen. Ja. Het lukt hem niet. Ken je dat gevoel dat je in de Efteling bent, in de droomlucht, en op het laatst heb je dat stuk met het tropisch regenwoud en dat je dan zo naar beneden gaat in een rondje? Nou echt, als je hier tussen de bomen doorkijkt, kun je ook helemaal naar beneden kijken en dit geeft echt zo'n gevoel. I'm a happy girl. Kijk dan. Wauw. Zoals je misschien al hoort, zijn we in de buurt van een waterval. En daar lopen we nu naartoe. Ik zie hem nog niet. Oh, ik zie hem wel al een beetje. Maar ik zal hem zo even laten zien, zodat je hem goed ziet. Dit is het pad waarin we lopen. Dus, ik weet het niet. Ik denk dat we hier de waterval kunnen zien. Ja. Wauw. Oh, wat mooi. Deze boom zit gewoon midden op de weg. Ineens met alle wortels. En hij is heel hoog. En we gaan weer heel veel trappen af. Oftewel, straks moeten we alle trappen weer op. Het is een stijle trap. Ja, het is stijl inderdaad. Deze spin. Ik ga even inzoomen, want ik weet niet waar je hem ziet. Even zoeken, waar is hij? Kijk. Oh my god. Die is echt groot. Het engste van het tropisch regenwoud is dus dat hier, Laura Scorpioenen. Nee, er zitten hier zoveel beesten die je niet kent, dus je weet niet of dat ze gevaarlijk zijn of niet. Oh my god, kijk die rups daar. Je weet niet of dat ze gevaarlijk zijn of niet, dus je bent gewoon bang voor alles, want alles kan gevaarlijk zijn. Wauw, dit is zo Jungle Book. Oh my god. Dit is echt geweldig. Wauw. Oh, het regent. Ik denk ik word helemaal nat van de waterval. En toen opnieuw ging het heel hard regenen en daarmee nat geworden. Food. Goedemorgen, het is vandaag zondag en wij doen vandaag eigenlijk niks bijzonders. We gaan een beetje aan school werken en voor de rest niks doen. Dus dat is de planning. Dat is niet heel veel. Ja, goed verhaal.
We hebben zojuist ontbijt gekregen. En dit is denk ik de eerste. Ja, ik had deze al gemaakt, maar die. Ja. Nou, eigenlijk te veel aan. Eerste keer dat ik rijst als ontbijt eet. Dus ik ben benieuwd. We hebben zojuist onze eigen koffie gemaakt: met poeder, melkpoeder, suiker. Dus hopelijk smaakt die. Stel je voor dat je aan het werken bent. En dat je werkplek dus dit uitzicht heeft. Gelukkig een momentje. En de hond, die blijft maar piepen. Nou, niet de hele hoek, maar zo is je hand uitziet. Een moment. Ja, nu niet meer natuurlijk. Dus ik ga weer verder. Kijk even hoeveel bijen hier ineens zitten. Uit het niets zijn die gewoon hier gekomen. En er is hier helemaal geen eten of geen bloemen. Zitten er dan nog veel meer? Ja, ik denk het trouwens dat je op de camera niet ziet. Maar ik denk oprecht dat het er wel 100 zijn. Vooral hierachter zijn er heel veel. Ik ben ondertussen even gestopt met mijn werk, want het is vandaag vaderdag, dus ik ben met papa aan het skypen en de rest van de familie. Doe maar zwaaien naar de vlog! Ons eten staat klaar. Oh, we zijn al heel de dag aan het werken en we zijn echt zo snel afgeleid. We zijn helemaal gaar nu. En dit is de food. Oeh. Wordt het er juist een gek hoor. Dat is zo'n leuk geluid. Het is een beetje alsof. Ja, of dat iemand met een kinderspeeltje, weet je wel. Als je zo'n kinderspeeltje hebt en dat je dan zo op knopjes kan drukken en dat er dan een geluid uitkomt. En dan komt er. Heerlijk. Zie je hem? Nee. Hoor jullie dit? Dit is een gekko. Kijk of we hem kunnen vinden. Mooi hondje. We kunnen hem niet vinden. We denken dat hij achter de Green Bay ding zit. Ja, probeer. Oh. Zag je hem? Nee. Oh, is dat zo groot? Of is er nou een blaadje? Nee. Oh, dat is een groot beest. Oh, dat is best wel eng. Kijk. Zie je hem of niet? Ik weet niet wie hem ziet. Het is nu een donkere plek. Nee. Oh, dat is echt een groot beest. Oh, ik ben helemaal... Waar is hij nou? Ja, het is veel te donker. En dan kun je hem echt wel heel goed zien eigenlijk. Oh, kijk dan. Oh, dat is echt een mooi beest. Hij heeft allerlei kleurtjes. Hij is een beetje met rood. Ja, je ziet het denk ik niet. Oh, kijk dan. Hij heeft allemaal stippels. Ah, dit is zo leuk. Kan ik even een foto maken? Oh. Kijk, daar is hij. Wat is de gekko? Oh, ik ben helemaal hyped dat ik hem nu zie. Hij is echt zoveel groter dan ik dacht. Oké, wij gaan even onze afwas doen. En dan naar de kamer, gezien wij hier helemaal lekker opgespotoken door muggen. En dan gaan we nog eventjes verder. Wat doe je dat goed? Wel hè, lekker afwassen. Kleine wasjes, grote wasjes. Doe ze lekker, eenmaal zelf. Kijk, deze kikker. Die gewoon niet aan de kant gaat. Terwijl wij hier in de buurt zijn. Hij blijft gewoon zitten. Ik ben gewoon niet bang. Wauw.
We zijn inmiddels op de hotelkamer en we hebben echt letterlijk 6, hoe lang zijn we nou weg? 7 weken? Bijna, zijn we bijna 7 weken weg. En we hebben 7 weken gezocht naar gekko's. Nu hebben we er dus straks 1 gezien en op de terugweg hebben we er nog 3 gezien. Nu zijn ze ineens overal. Goedemorgen, het is vandaag maandag en wij zijn even naar boven aan het lopen. En ja, dat is een beetje een vraag wat we vandaag dus gaan doen. Want vorige week hadden wij een begeleider en die vertelde dat hij 2 weken bij ons zou blijven hier. Want wij zijn hier dus ook 2 weken. En ik ga ondertussen even trappen lopen, dus waarschijnlijk ga ik hijgen nu. Dus hij zou hier 2 weken zijn. Dus wij zeiden van, ja, als hij toch hier het weekend is. Normaal gesproken zijn de projecten, zeg maar, dat je maandag een transferdag hebt en dan dinsdag, woensdag en donderdag je project doet. Maar wij zeiden, ja, als jij er toch bent en wij ook, kunnen we dan die maandag afstarten met ons project. Zodat we dan die 3 dagen project op maandag, dinsdag en woensdag doen. En dan gewoon eerder weg kunnen. Ja, dat was allemaal geen probleem. Dus dat kon wel en dat was allemaal goed. Nou, toen bleek dus, toen hebben we dus alles geboekt. En afgesproken dat we dus hier eerder weggaan. En toen bleek dus vrijdag dat hij dus in 1 keer hier wegging. En dat volgende week een andere begeleider kwam. Maar ja, die begeleider die komt dus van mij waarschijnlijk pas deze middag. Dus, oh, sorry hoor. Dus, ja, nou is het dus vrijdag dat we naar de monniken kunnen. Dus wij gaan hier, het is nu 9 uur. Dus wij gaan hier maar gewoon de hele dag zitten. In de hoop dat er iemand op komt dagen en ons daarheen brengt. Maar ja, voor hetzelfde geld kunnen we dus pas vanmiddag daarheen. Dus ja, het is even afwachten. We hebben in ieder geval allebei al een wit shirt aan. Daar komt Laura. Want bij de monniken moeten we dus een wit shirt aan. Dus we gaan het zien. En ontbijtje. En lekker fruit. De hond. En uitzicht. Ik heb even een tijdje niet meer gevlogd, omdat het eigenlijk gebeurd is. Het is inmiddels 1 uur en er is nog steeds niemand. Dus wachten gaat door. We hebben inmiddels een leuk muziekje opgezet. Ik verveelde me, dus ik dacht ik ga een spelletje doen op de computer. En ik heb dus zojuist uitgevonden dat Bubble Trouble nog steeds bestaat. Dus die ga ik nou spelen. Oh, ik ga dat steeds langs af. Het is zo net volk gekomen, dus we zijn niet meer volk. Hey. Dus we zijn niet meer alleen. Alleen volk ook. Alleen hebben we dus net gehoord dat we vandaag niet meer naar de monniken gaan. Dus daar zitten we dan heel de dag in onze witte kleding. Wacht tot we naar de monniken gaan. Wauw, joh. Om vervolgens om 3 uur te horen dat we niet meer gaan vandaag. Het is inmiddels bijna 5 uur. Allebei mijn camerabatterijen zijn schijnbaar leeg. Dus ik film even met mijn telefoon. Ik ben ondertussen al een stuk van de vlog aan het editen. En we zijn inmiddels met z'n 4 in plaats van met z'n 2. En wij gaan zo nog even eten. En dan gaan we nog even naar de 7-Eleven, dus naar de supermarkt. Even nog eten halen. Of nou ja, eigenlijk wel snacks halen. Koffie halen en noem maar op. En voor de rest gaan we dus dit weer doen. Dus we hebben vandaag dus niet meer naar de monniken kunnen gaan, helaas. En ik ga bij deze ook alvast de vlog afsluiten, ook al is het nog geen avond. Maar dan ga ik hem gewoon helemaal editen en dan ben ik er ook goed klaar mee. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben als je het nog niet gedaan hebt. En tot de volgende keer. Doei doei!